Welkom bij deze nieuwe vlog van My Daily Shot of Culture. Mijn naam is Jip en ik mag jullie welkom heten bij deze prachtige plek in Maarsen. Ik sta namelijk bij Buitenplaats Doornburg en ik ben hier vanwege de nieuwe tentoonstelling Robots in Captivity. Buitenplaats Doornburg in Maarsen dus. Dat is waar ik ben en wat deze prachtige plek is. En achter mij zie je hier het hoofdhuis. Dit is het huis dat is neergezet in 1623 door een rijke Amsterdamse familie die af en toe de stad wilde ontvluchten en hier dit gebouw liet bouwen in de buurt van de Vecht. En zij waren zeker niet de enige familie. Er waren zeker wel 200 van dit soort huizen en nu zijn er ongeveer 80 nog bewaard gebleven. En dit prachtige grote landgoed, dat bestaat uit 9 hectare, hoort hierbij. En er staan verschillende gebouwen op dit terrein. Vandaag ga ik niet met jullie daar naar binnen, maar ik ga hierheen. Dat wonderbaarlijk modern ogende gebouw. En dat is de priorij, oftewel het klooster, wat hier in de jaren 60 werd gebouwd door architect Jan de Jong. Met de bedoeling om 30 zusters hier te huisvesten. En tot 2017 hebben hier ook daadwerkelijk 7 zusters gewoond. En in 2018 is het omgevormd tot een museum waar wij vandaag naartoe gaan. De priorij is gebouwd in de zogeheten Bosse School en het oogt heel modern, vinden jullie ook niet? En ik vind het best wel een tegenstelling van dit gebouw ten opzichte van het hoofdgebouw. Het gebouw is rondom een binnentuin gebouwd, dus laten we daar eventjes heen gaan. Dit is dus die prachtige binnentuin. Die is ontworpen door Karin Blom van Assendelft en zij heeft zich laten inspireren door de traditionele indeling van zo'n priorij die gebouwd is rondom zo'n mooie binnentuin. En er staan ontzettend veel bloemen die heel veel verschillende kleuren hebben. En in die seizoenen ziet deze tuin er elke keer anders uit. Hier in de priorij zijn dus sinds 2018 verschillende tentoonstellingen te zien. En op dit moment is hier dus de tentoonstelling Robots in Captivity van de Nederlandse kunstenaar Bram Ellens te zien. En de naam zegt het eigenlijk al. Het gaat over robots die, captivity, gevangenschap. Maar hij noemt het eigenlijk een robotkennel. Dus als je een hondenkennel hebt, is dit een kennel voor robots. En is de vraag, zijn ze opgevangen om geholpen te worden of zitten ze gevangen? In ieder geval gaat de tentoonstelling geheel over de verhouding tussen mens en robot. Die steeds actueler natuurlijk wordt. Denk aan het gebruik van artificial intelligence of bijvoorbeeld algoritmes die bepalen wat wij zien online. En de vraag komt dan natuurlijk naar voren van, gaat het ons helpen of is het ook een soort vijand, die robots? En wie heeft eigenlijk controle daarover? Nou, al die vragen staan centraal in deze tentoonstelling en onderzoekt de kunstenaar hier in Buitenplaats Doornburg. En wij gaan zo naar binnen. Ik ga je natuurlijk de tentoonstelling laten zien. Maar het leuke is ook dat we een rondleiding krijgen van Bram Ellens zelf, de kunstenaar. En daarna kan ik hem ook nog een paar vragen stellen. Dus kom binnen, trek je schoentjes aan. Nou, we krijgen nu eens een rondleiding van Bram himself. En we hebben net begrepen dat we deze schoentjes aandoen om te kijken. Het is een soort experiment hoe ver we mee kunnen gaan in de rabbit hole van Alice in Wonderland. Vet, toch? Heel benieuwd wat me hier te wachten staat om de hoek. Deze grappen. Kijk nou.
vertellen wat nou precies jouw idee is achter deze tentoonstelling? Ja, dat is op een paar lagen. Dus ik denk als eerste heb je gewoon zodra een robot of een robot speelgoed of iets wat lijkt op een robot, zodra dat een bepaalde gevangenschap krijgt, portretteren daar meteen menselijke emoties op. Medelijden, angst, een beetje grappig, freaky. En dat is denk ik de tweede laag van, joh, ik wilde ook gewoon de discussie wel aanzwengelen over wat moeten we met robotics. Ja. Want nu is dat een soort van wilde westen. En ik denk dat dat zowel een grote vraag is als ook een kleine vraag voor thuis. Want een telefoon is ook een robot. En als je dat vrijlaat, dan gebeurt er ook zeg maar, veel mee. Ja, en gewoon hoe vet is het als je een kennel kan maken met robots? Dus er zit ook gewoon een intrinsieke drive om dit te bouwen, weet je? Ja, bij elk robot zit een heel verhaal. Ja. Dus als je nou moet kiezen, zeggen de robot kwam eerst en toen kwam het verhaal of is het andersom? Nee, de robot kwam eerst. Dus, maar ze kwamen wel heel snel. Dus de robot kwam eerst, bijvoorbeeld Bassie. Dit is Bassie. En Bassie is een hele, hele lieve zorgrobot. En die is gaan stotteren dus. En meteen dacht ik, ja, ik stotterde vroeger als kind heel erg. Oké, dus Bassie moet stotteren. Ah, maar daarvoor was hij dus overtallig in het ziekenhuis. Want het efficiëntieniveau zakt weg. Meteen een super interessante laag. En heeft zijn testbeeldje, zijn lamme arm. Ja. En het enige wat hij doet is vragen of hij ons ergens mee kan helpen. En dat is aandoenlijk. Ja, en dan komt het verhaal meteen. Oké, Bassie is afgedankt in het ziekenhuis, is achtergelaten op de parkeerplaats. Kom maar hier, Bassie, en Bassie is hier de dorpsgek. Dus dat zijn hele natuurlijke, in mijn hoofd in elk geval, processen. Waar we nu naartoe gaan, die heten de Hogan Family. Ze hebben allemaal namen, hè? Bassie, Kees, Josephine. En de Hogan Family zijn allemaal een soort van wezeltjesachtige dingen die in zo'n Chinese markt van die gestapelde kooien. Ja. Helemaal freaky. Kom maar binnen, kom maar kijken. Een paar liggen te stuiptrekken, zijn al bijna de pijp uit. Een paar zijn nog helemaal frenzy. En wat ik hier wel tof aan vind, is dat het echt heel veel is. Ja. Het is veel schaduw, licht, lawaai, kleur. En het is ook het eerste werk in de hele cyclus, wat allemaal heel speels is met visjes en dingen. Waar het net even een beetje grimmiger wordt. Ja. Dus, en dat werkt voor mij wel heel goed. Dat het is niet alleen maar, zeg maar spielerij. Maar nog steeds wel speels. Jij gaat hier in residentie, of bent dat al? Ja, je zit hier nu aan jouw atelier eigenlijk. Ja. Wat moet ik daarbij voorstellen en wat kunnen we nog verwachten de komende maanden? Ja, eigenlijk vanaf september begint het programma echt. Dus dan komen de PhD's van de Universiteit van Utrecht ook onderzoek doen. Ja. Mensen filmen, robots filmen, wat doen ze met ons? En dan de co-residenten Lisanne, Buik en Met de Sterren zijn er tussen september en november. Dus die gaan het werk maken gebaseerd op dit werk en nieuw werk en samen met me werken. Ja, dus het blijft hier gewoon borrelen. Ja, en als je dan dus de hele tour maakt, de rondgang hier langs alle kooien en scènes. Ja. Dan is dit een soort van de laatste scène van de film of het theaterstuk die je ziet. En hier gaan alle registers open. Ik hou van drama. Dus het is geweld, het is dramatiek, het is eenzaamheid. Het noodlot zit er ook lekker in. En voor mij is dit echt een soort van laatste van zijn kind. Gemodelleerd op gevangen leeuwen, olifanten, maar ook de draken van de Game of Thrones. Het ademt, het beweegt, het jaagt en het prooit. En dat met een heel groot gebaar. Ja, die vindt het niet leuk dat hij alleen is en die ook. Ben je blij dat er een kooi omheen zit? Ja, omdat anders kan hij ons pijn doen. Je mag niet je handen erin doen omdat hij best lang is. De mens is de baas over de robot. Omdat de robots die worden gemaakt en de mensen worden niet gemaakt. Hij zit uitrusten. Hij is nog wel boos en verdrietig omdat hij alleen is. En omdat je gevangen zit. Ik zit inmiddels weer in de binnentuin. Met een glas wijn. En te wachten op volgens mij heerlijk eten. Ik heb gehoord dat mensen hier dus speciaal naartoe komen. Naar Doornburg. Om hier heerlijk te komen eten. En het is echt zo'n prachtig plek.
Maar ik wil het eerst nog even hebben over die fantastische tentoonstelling. Ik heb echt mijn ogen uitgekeken. Het was gewoon een totaal beleving. Het geluid, die robots, de aankleding. Maar ik moet heel eerlijk toegeven, ook de rondleiding van Bram, de kunstenaar. Ik vond het echt fantastisch. Het zet je echt aan het denken. Hoe gaat de toekomst van ons eruit zien? Maar ook hoe echter die robots worden, of hoe meer menselijke kenmerken ze krijgen, hoe sneller je ook een soort band of relatie opbouwt met zo'n apparaat. En dat is leuk en grappig, maar het kan ook iets onheilspellends hebben. En die tegenstelling komt hier heel duidelijk terug. En dat vond ik, het zet je aan het denken. En dan is het natuurlijk fantastisch dat je in zo'n mooie binnentuin na kan praten met een wijntje over wat je net gezien hebt. De tentoonstelling is gelukkig nog een aantal maanden open. Er gaat dus ook heel veel veranderen, zoals Bram net vertelde. Dus in ieder geval, ik ga ook nog over een paar maanden terug om te zien hoe het allemaal is veranderd. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En hoop ik jullie snel weer te zien bij een volgende aflevering van Mijn Daily Salad Culture. Proost!